Ik ben Manel. En ik ben Roei. Oké, dat was even. Hallo, ik ben Manel. En ik ben Roei. En vandaag doen wij de vraag van de dag. En dat gaat over angst. Kom maar mee. Misschien kunnen we... Hallo. Kunnen we u wat vragen? Mogen we iets vragen? Wij hebben een vraag van de dag. En wij vroegen ons af of u misschien mee wilt doen. Dat kunnen zij wel. Doe het maar 5 minuten. Oké. Loop maar mee. Kom maar even mee. Hallo Denkdenkers, ik heb een vraag voor jullie. Ik ben echt bang om met de lift te gaan. En daarom ga ik liever met de trap. Maar soms kan het niet anders. Daar ga ik echt te zweten en dan gaat echt mijn hart gewoon tekeer. En dat bonst zo hard, dus dan denk ik gewoon dat iedereen het kan horen. En dan krijg ik het enorm warm en krijg ik enorme zweethanden. Ik ben dus echt bang om met de lift te gaan. Nu vraag ik me af, waar komt dat eigenlijk vandaan, angst? Ik vind het wel een moeilijke vraag, maar het is wel zo dat als je, zeg maar... Je denkt zelf dat je ergens bang voor bent, maar als je dat niet gaat denken, dan ben je er ook niet bang voor. Ja, dat is een lastige vraag, hè? Ik denk dat angst ermee te maken heeft dat wij mensen eigenlijk dingen moeten kunnen structureren om dingen te begrijpen. Het gaat heel erg om kennis, we moeten iets weten. En zodra je iets niet zeker weet, dan ontstaat er denk ik angst. Ben jij wel eens bang? Ja. Ja. En waar ben je dan bijvoorbeeld bang voor? Voor inbrekers. Voor inbrekers. Ben je bang voor spinnen? Of... Ja. Ja? Spinnen. Wat voel je dan in je lichaam eigenlijk als je bang bent? Dan wordt het heel warm. Kriebel. Ja, kriebel. In je buik een beetje, hè? Ja. Ik denk ook dat je van angst af kunt komen. Bijvoorbeeld als je leert zwemmen en je kunt nog niet zwemmen, dan is zwemmen heel eng. Maar als je ervaart hoe het is om te leren zwemmen, dan overwin je een angst en dan maak je dat sterker, denk ik. Vroeger was dat natuurlijk veel minder, dus had je dat eigenlijk veel meer nodig. En nu eigenlijk minder, dus ik bedoel, het is natuurlijk helemaal niet handig om bang te zijn voor de lift. Maar ja, vroeger als je moest gaan jagen of zo, dan moest je natuurlijk heel voorzichtig zijn. Ik weet niet of we minder bang zijn, maar doordat je comfortabeler leeft en beter wordt beschermd, denk ik dat de angst verandert. Maar ik denk dat we altijd angstgevoelens zullen blijven houden, ook in de toekomst.